Allemaal, nieuwe abonnees, alles. Daar zijn we weer. Vandaag een meal prep met gehakt. 10 maaltijden, misschien een paar meer. Daar twijfel ik nog even over. Misschien komen sommige dingen meer uit dan dat ze zijn. En ik hoop er maximaal een uur over te doen. Het wordt één filmpje, kan een knip zitten bij half uur. Omdat ik dan even het filmpje moet stoppen op mijn telefoon en weer moet starten. Dat is het enige. En wat gaan we maken in de gehakt meal prep? Mexicaans gehakt. Voor van alles te gebruiken, zolang het maar Mexicaans is. Chili, maar dan rauw, dus we koken hem nog niet. We gooien het puur in de zak. Gehaktballen. Wel garen en dan in de oven. Deze keer zonder jus. Tacosoep. Ook rauw. Twee zakken. En volgens mij hebben we de hamburgers niet genoemd. Die gaan we ook nog maken. Ook rauw. Dus er zijn veel rauwe dingen en weinig gare dingen. En ik heb even zitten denken. Ik begin met de gehaktballen. Ik draai jullie wel af en toe een beetje. Hoewel, jullie zien zo de kitchen eten. Ja, ik zie jullie. Gehakt in de gang bij de gehaktballen. Ik hoop dat het er 8 worden of 10. Dat is vandaag de tijd. Ik weet nog niet hoeveel het er worden. Zoals jullie van me weten, doe ik het gehakt altijd mengen in de KitchenAid. Gaan 2 eitjes bij. Een flinke theelepel mosterd. Peper. Zout. Een klein beetje chilipoeder. Er gaat zo nog broodkruid bij. En het is zelf gebruikt brood. Van eigen brood zelf. Thank you.
bevalt deze huis, dus komt er weer een zacht huis. Dan pak ik een bakplaat. Je ziet het, nee, er was wat aan de kleine kant. Even mijn handen wassen, dan gaan ze in de oven een half uurtje. Weinig vocht, 180 graden. Nou, dat is eigenlijk maaltijd 1 klaar. Dan heb ik hier een ovale pan klaarstaan. Daar ga ik Mexicaans gehakt in maken. Dan ga ik een ui in aanfruiten, een knoflook, Mexicaanse kruiden en het gehakt. En daarna gaat het in zakjes. Ga je ietsjes draaien.
Nou, en zo zijn we 11 minuten onderweg en hebben we de eerste set maar klaar. Het hoeft alleen nog maar even straks uit de oven te komen. Deze 10 maaltijden in, klopt niet helemaal, maar zeg maar in een uur, is licht gebaseerd op de bachelor. Met gesneden, bevroren uien. Helaas, ik heb dit in de vriezer qua ui op het moment wel gehad en dat werkt wel goed hoor. Dan zetten we de pannen met wat olie. En wat knoflookpoeder. Thank you.
voor de hamburgers ga ik alvast klaarmaken ondertussen. Dat hadden we natuurlijk ook bij deze plek. Een kilo, een ruttergehakt. Ongeveer 3 theelepels Worcestershire saus. En 3 flinke theelepels fijne mosterd. Een stukje zout en een flink peper. Kort voor het gehaktkaperiet. Die is inmiddels goed gelengd, dus die kan uit. We doen er er is iets wat gekocht. We doen er flink wat ketchupkruiden bij. Ik denk dat ik ongeveer 2,5 eetlepel heb gedaan. Gaat er nog wat extra chilipoeder in.
zeg ik vrolijk, in deze film, er wordt niet geknipt. Nou, er wordt ook niet geknipt, want dit gaat er gelijk achteraan. Maar er was iemand hier in huis zijn portemonnee kwijt. Ik zeg niet wie, maar ik was het niet. En er was paniek. Zoals mannen dat kunnen. Oh, zei ik nou dat het een man was? Oeps! Dus ik heb de pan even uitgezet en het gehakt even in de koelkast gezet. Van de hamburgers. De ogen in de kop. Ja, ik voel het toch hard voor de handen, dan zet ik het hier op in de achterhoofd hier. Even water wassen, kan ik wat even overdoen. En met het gehakt in de pan. Het gehakt is klaar, die kan uit. Dan even kijken wat wijsheid is. Dan maak ik eerst even het andere af. Geloof ik vorig weekend de laatste hamburgers uit de vriezer gegeten. En als je ze allemaal even groot wil maken, zou ik afvegen. En zoals niet bij Valderie. Dit ziet er wel leuk uit. Dus ongeveer wel even.
zakjes met hamburgers erop geprikt. Het is me vandaag eindelijk gelukt om de etiketten van de Daimo te vervangen zonder dat dat ding het niet meer heeft. En de hamburgers zijn dus 4 maaltijden. Nou, dus inmiddels 6 maaltijden klaar, of onderdelen van maaltijden zijn het eigenlijk. Even weer handjes wassen en dus goed dicht doen. En deze leg ik even koud in de koelkast. Dan gaan we 2 zakken chili con carne maken. En ik heb er, ik zal het even van dichtbij laten zien. Ik heb er netjes rauw op geprint. En wat ik ermee moet doen. En de chili con carne gaat de instant pot in en dan hoeft hij nog maar 25 minuutjes. Gaan we eerst even uitsnijden. Ondertussen gaat het wel, want het meel komt. Het gewone meel was op en het bakkerszout was op.
voor de chili con carne gaat er even uit. Perzak. En ik moet zeggen, het zijn jankuitjes. En omdat ik van die emotionele aarde zijn. Doe ik ook alvast de uien voor de aardappelsoep gelijk. En ik doe er deze keer rauwgehakt in plaats van dat ik het eerst rol. Schijnt ook heel goed te kunnen en dan wordt het gehakt wat zachter van structuur. En beide kunnen zowel in de slowcooker als in de instapot. Gaat er in de chili con carne rode paprika, die schil ik even. Want soms wil het velletje van de paprika niet zo lekker worden. En ik snij de paprika ook in blokjes.
Aapje gaat weer in de zak. Ik laat ze ook niet opdooien deze keer voordat ze in de instantpot gaan. Ik zet de instantpot op sauté. En zo ga ik het doen. De ene chilipokoin gaat half om half gehakt. 250 gram. En in de andere gaat het 250 gram worden gehakt. Dan haal ik jullie iets dichterbij. Wat een vet, jongens. Zet ik bij de zakken voor mij neer. In allemaal gaat een klein blikje tomatenpuree, een blik tomatenstukjes en een blik kidneybonen wel afgespoeld. Thank you.
En allebei een blikje tomatenpuree. Tomatenstukjes. En één blik water van de tomatenstukjes. En in beide gaan 100 gram kievitsbonen. Gedroogd. En in het vocht van de zak wegen ze en wellen ze van tevoren. De kruiden erbij. Knoflookpoeder. Een eetlepel gerookte paprika poeder. Een theelepel chili poeder. Drie kwart theelepel komijn. En een flinke theelepel oregano. Nou, zijn deze maaltijden ook klaar? Zet ik even apart, ga het straks zien. Thank you.
Dan pak ik de tacosoepen. De tacosoepen. Met ongeveer 375 gram gehakt in. Knoflookpoeder. De ui zat er natuurlijk al in. Een theelepel chilipoeder. Een halve theelepel komijn. Een theelepel rood paprikapoeder. Een theelepel oregano. En laten we in de chili con carne en in de beide soep ook even zout doen. Ongeveer een theelepel. Ik heb wel grof zout, dus ik zou nog niet met een fijn zout ook een theelepel doen, maar dan zou ik de helft doen. Dan gaat er in allebei een blik tomatenstukjes. En een blik mais, niet afgegoten. Mits die open wil. En sowieso. En toen had ik even niet in de gaten dat hij was gestopt. Ik heb er een blik mais in gedaan. Niet afgegoten. 175 gram zwarte boontjes. Een blik tomatenstukjes. En een blik water van de tomatenstukjes. En dat heb ik twee keer gedaan. Het recept zal ik sowieso hieronder linken. Nou, en zo zijn alle maaltijden klaar. Zelfs binnen een uur. Ik moet nog wel even het gehakt, de gehaktballen in zakjes doen en het Mexicaanse gehakt in zakjes doen. En dat ga ik nu even doen. Beetje ben je in de zak alvast.
Ik ga jullie weer in de achteruit doen. Werden jullie al misselijk? En ik kon even niet zo snel merken of het op beeld staat. Maar zowel in de chili con carne als in de soep heb ik nog een theelepel grof zout gedaan. Die twee zijn ook klaar, die kunnen nog even afkoelen. De gehaktballen. Die moeten nog iets afkoelen. En zo heb ik dus twee zakken chili con carne, twee zakken tacosoep, twee zakken Mexicaans gehakt. Om bijvoorbeeld in tacos of burritos te doen. 8 gehaktballen en 8 hamburgers. Ik hoop dat jullie het een leuk filmpje vonden.